Hi, ik ben Tom Lassing, pleinbest.nl. Ik ga het even hebben over een aantal bijeenkomsten, twee stuks van de gemeente. En ik denk dat dat wel interessant is om daar eens een overweging te overwegen om te gaan komen, om te gaan kijken en mee te praten. De eerste bijeenkomst, en dat ga ik even laten zien. De eerste bijeenkomst staat op Pleinbest en dat heet de schaalsprong. Wat betekent dat voor u? Nou, ik laat het me hier even zien. Het verhaal is in dit geval, en ik moet hem even iets groter, nou dat kan ik wel editen. De ontwikkelingen in Brainport gaan enorm snel, met name ASML groeit als kool. En als ASML groeit, groeien ook toeleveringsbedrijven. Dus er komt een schaalsprong. Er moet veel gebeuren. Hè. Er gaat echt om tienduizenden mensen die erbij gaan komen. En dat er dus eigenlijk ook meer huizen moeten komen, want er is een huizentekort. En dat weten we in Best als geen ander, want laatst tot op de Koningin Julianaweg een huis te huur en hebben 2500 mensen op gereageerd. Dus ja, dan weet je wel dat we een huizentekort hebben. Dus er moet echt wel wat gebeuren. En op 5 april komt Jeroen Dijsselbloem vertellen hoe hij denkt dat het eruit gaat zien en wat dat voor consequenties gaat hebben. Ik denk dat het toch verstandig is om daar een keer te gaan kijken en mee te praten. Je moet je wel opgeven voor die bijeenkomst. Die is in de Prinsenhof, dus het is niet ver weg. Maar je moet je wel opgeven bij de raadsgriffie @gembest.nl. Ga naar pleinbest.nl en kijk daar vooral even naar. Dit is niet de enige bijeenkomst. En nu ga ik even naar de gemeentewebsite. En dan moet ik zelf even zoeken. Bij bestuur en organisatie, daar vind je dan onder andere de gemeenteraad. En dan vind je ook vergaderingen. En bij die vergaderingen moet er ook in maart en in april volgens mij, of in mei, dat ben ik even, moet ik even spieken. Gemeenteraad wonen, 22 mei. Op 22 mei komt er in in de gemeenteraad een discussieavond. En hoe dat precies gaat worden, dat weet ik niet. Maar het gaat over de visie. En dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Dat de gemeente Best met een visie komt. En dan moet ik daar wel iets bij zeggen. De gemeente Best komt namelijk vaker met visies. En dit is wel een kritiekpuntje. Dat moet ik toch even melden. Keer op keer. En ik volg de gemeenteraad hier al meer dan 20 jaar lang. Keer op keer komen ze met een visie. En het eerstvolgende project wijken ze af van de visie die met veel moeite is vastgesteld. En dat gebeurt nu bij de Boomgaard weer. En dat is keer op keer. Dus dat maakt wel dat als je naar zo'n visiebijeenkomst komt en er wordt een visie vastgesteld, ja, dat je kan weten dat daar niet zoveel mee gebeurt. Het is, je hebt je idee gegeven, ze hebben het opgeschreven en dat is het. Als je je dat realiseert en niet gaat denken dat er nu iets geregeld is, dan is het goed. Dan ga je met een goede manier naar die bijeenkomst. Ze negeren het toch. Maar het geeft een beetje een idee. Dus dat is mijn kritiek. En dat is niet één keer dat ze afwijken. Dat is gewoon constant. Dus, maar ja, het is goed als politici wel een visie hebben. Want dat is ook wat ik afgelopen maandag met inspreken heb bekritiseerd. Dat is namelijk dat ze bij de Boomgaard gewoon hebben eisen gesteld. Dit moet het worden. Maar er ligt geen visie onder. En wat er een visie onder lag, negeren ze. Want ze wijken af. En ja, dan denk ik van, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Dit gaat toch niet goed zo. Dus dan is het goed dat ze op 22 mei een visiebijeenkomst willen houden. En daarna een massaal weer vergeten. Dat is dan even jammer. Maar misschien dat er ergens eens een keertje blad blijft hangen. Maar ik roep je toch op om mee te doen. Om je ja, daar toch mee te bemoeien. Ik weet niet in hoeverre we inspraak hebben op die avond. Misschien is het een inspraak van even inspreken 3 of 5 minuten. En de rest mag je het aanhoren hoe ze het bespreken. Dat kan. Nou, dan, als het gevoel is dat ik dat heb, dan maak ik wel weer een video. En daar kan ik dan veel langer mee bezig. Als dat ik daar even 3 of 5 minuten inspreek. Maar misschien is het ook wel echt dat er een gesprek plaatsvindt. Ik hoop dat het een gesprek, een dialoog is en geen debat. Want dat gaat, dat is het niet. Ik heb mijn visie ook. Ik werd al trendswatcher genoemd en dat vind ik een eer. Daar ben ik heel blij om. Maar ik word ook als lastig ervaren. Daar heb je hem weer. En dat is jammer. Want ik kom niet om daar
ze dwars te zitten. Ik kom ze om ze een spiegel voor te houden van heb je daar wel aan gedacht? Nou, er zijn een aantal dingen en daar zal ik meerdere video's over maken waarbij ik denk van nou, dat is belangrijk om je dat toch mee te nemen. En die schaalsprong van 5 april is een van die belangrijke dingen. Want Nederland gaat volgens CBS groeien naar 20 miljoen mensen. Ik denk het niet, maar we hebben wel te maken met een regio waar een enorme groei gaat plaatsvinden, zoals het er nu uitziet. Vervolgens is er Artificial Intelligence, AI, en die gaat de wereld veranderen. En dat kan alles anders worden. Maar ja, je moet wel ergens een uitgangspunt hebben. En dat vind ik belangrijk. En dan heb ik liever dat je een uitgangspunt hebt die later niet helemaal goed blijkt, maar je hebt wel iets. Want als je zonder iets gaat werken, ja, dan is het wat anders. Dus 2 bijeenkomsten waarbij ik hoop dat veel bewoners zeggen van daar wil ik bij zijn. En laat de gemeente dan maar naar een andere plek toe moeten omdat het allemaal groter wordt als dat ze hadden gedacht. Dat heb ik liever dan dat er daar 2 mensen zitten en ja, het eigenlijk om niks gaat. En dat vind ik jammer. Ik vind wel, hè, ondanks dat ze die woonvisie die er ligt toch negeren, vind wel belangrijk dat we daar als bewoners toch ons laten zien. Als je maar realiseert dat ze het toch gaan negeren. Maar ja, dat is een wat nihilistische opstelling, maar dat is wel de beste opstelling, anders raak je er alleen maar gefrustreerd door. Dankjewel voor het kijken en misschien tot ziens op 5 april of 22 mei. Houdoe!